Goedemiddag, u kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza.nl. Een lage drukgebied die gisteren boven onze omgeving lag en met name gisteravond voor veel neerslag zorgde op sommige plaatsen. Die is naar het zuiden getrokken en diept nu verder uit boven Italië. In de Alpen krijgen ze daarvan sneeuw en in de gebieden daaromheen vallen er buien in de vorm van regen. En in het noorden van Italië soms ook buien met hagel en een klap onweer. Wat nu voor ons interessant is, is de rug van hoge druk die nu boven onze omgeving zichzelf opbouwt. Deze rug van hoge druk die zal zich uiteindelijk gaan ontwikkelen tot een hoge drukgebied boven Duitsland. En ervoor zorgen dat het komend weekend vrij rustig zal verlopen wat betreft het weer. Een ander interessant punt is het front wat op zee ligt. Dit front zorgt ervoor, dan moet ik natuurlijk wel de goede kant op tekenen. Dit front zorgt ervoor dat er morgen wat neerslag in het westen van het land kan gevallen. Maar heel veel zal dat allemaal niet voorstellen. Want wanneer ik het in beweging zet dan zien we het allemaal gebeuren. Het hoge drukgebied boven Duitsland dat zich vormt en daar dan geleidelijk blijft liggen. En het hoge drukgebied zorgt er uiteindelijk ook voor dat die storing geen kans krijgt. En uiteindelijk op de Noordzee vlak voor aankomst in Nederland geleidelijk aan zal gaan oplossen. Het hoge drukgebied maakt daarna het connectie met het Azoren hoge drukgebied. Waardoor er geleidelijk een westelijke stroming op gang komt. En met die westelijke stroming komt er uiteindelijk zachtere lucht onze kant op. Als ik even kijk naar het actuele weerbeeld, dan is goed te zien dat boven Nederland de zon toch flink schijnt. En dat heeft allemaal te maken. Daar hebben we allemaal te danken aan die rug van hoge druk boven ons he om onze omgeving. Het lage drukgebiedje in het zuiden van Duitsland is goed te zien, met erom een dikke pak wolken en de neerslag waar we weer gisteravond te maken hadden. De bewolking in Limburg bij ons is nog wel hardnekkig, maar ook dat zal in de loop van de middag al verder gaan oplossen. Het front op de Noordzee, inmiddels ook al op de Atlantische Oceaan, moet ik nog zeggen, is inmiddels ook nog goed te zien. En dat trekt dan in de loop van de nacht onze kant op. Maar vannacht is het dan in eerste instantie nog helder. In het zuidwesten komen dan de eerste wolkenvelden voor van die storing. En met name in het binnenland ja, kan de temperatuur toch al flink onderuit gaan. Op de koudste plaatsen gaat het 4 graden vriezen. En daarbij kan er ook mist gaan ontstaan. Maar op de meeste plaatsen daalt de temperatuur niet heel veel verder dan 1 of 2 graden onder nul. Wat wel eventjes oppassen is, is morgen vroeg de gladheid in het oosten van het land. De mist die kan geleidelijk aan gaan oplossen, uh, gaan aanvriezen. En daardoor kan het er zeker op bruggen en viaducten geleidelijk aan glad worden. Um, in de... Loop van de dag dan neemt de bewolking vanuit het westen dan steeds verder toe morgen. In het oosten schijnt dan nog zeker een aantal uren de zon. Met name eh, omdat het maar hoge bewolking is. In het midden en westen van het land is de bewolking wat dikker en van middelbaar en laag niveau. En later op de middag en in de avond dan kan er in het zuidwesten misschien wat lichte motregen gaan vallen. Het ja, is dus zo dat de Sinterklaas en overal droog verlopen. Maar voor de mensen die gaan kijken, is een dikke jas en een sjaal geen overbodige luxe. Want met overdag 4 graden als maximumtemperatuur en een matige zuidoostenwind, dan voelt het toch wel heel erg schaal en koud aan. De komende dagen dan blijft het eigenlijk rustig. Zondag, de laatste frisse dag van de afgelopen periode. Ook dan overdag nog zo'n 4 tot 6 graden. Wisselend bewolkt en eigenlijk gewoon droog. Maar opnieuw voor het gevoel koud met die matige zuidoostenwind. Maar maandag dan komt geleidelijk de zachtere lucht al binnen. In het oosten van het land blijft het nog fris met een graad of 5. Maar aan de kust kan de temperaturen oplopen naar lokaal 9, misschien wel 10 graden. En vanaf dinsdag dan zit heel het land in de zachtere lucht. Het is overwegend bewolkt. Lokaal valt er misschien een spatje regen. De grootste kans erop in het noordwesten van het land. Maar op de meeste plaatsen blijft het gewoon droog. De matige zuidwestenwind, die vrij vochtig is. en de temperaturen van 8 tot 10 graden. die maken ervoor dat het voor het gevoel echt flink zacht is. En de aankomst van het zachte weer zien we ook goed terug in de pluim, met name dinsdag en woensdag. Hoge temperaturen ruim boven 10 graden op sommige plaatsen. Daarna weer geleidelijk dalende temperaturen, maar voorlopig zijn we van de kans op nachtvorst af. Het wordt wel geleidelijk aan frisser, maar ja, dat is normaal voor deze tijd van het jaar. Mijn naam is Wilfred Janssen van Weerplaza.nl.